Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe videoblog. Ik ben vandaag in Italië, in Sermoneta. En het is vandaag mijn verjaardag. En ik ben 33 geworden. En daarom wou ik het ook met jullie gaan hebben over... op welke leeftijd bereikt een man in zijn leven zijn daadwerkelijke piek. Allereerst is het belangrijk om te weten dat je zelf eigenlijk uitmaakt wanneer je piek hebt. Als jij je inzet, als jij je wil tot macht volgt en je zorgt ervoor dat je blijft ontwikkelen, dan kun je nooit je piek bereiken. Dan zit je altijd op weg naar je piek. En zul je pas je piek bereiken als je sterft. Voor de meeste mannen is dat helaas is zoiets heroïsch, is niet weggelegd. Dus die zullen waarschijnlijk op hun fysieke leeftijd, op een bepaalde fysieke leeftijd pieken. En dat is dus echt aan jou. Je hebt ook mannen die gewoon totaal nooit zullen pieken, omdat ze nooit iets opbouwen, omdat ze nooit de wil tot macht volgen. Welke alles inhoudt, is dat je groeit, dat je ontwikkelt en dat je een bepaald hoogtepunt bereikt. En dat is er wel iets wat je zal moeten gaan zelf moet doen en waar je zelf voor moet strijden. Voor de meeste mannen is het zo dat hun piek eigenlijk pas begint na hun 25ste. Mannen vanaf hun 15e tot aan hun 25ste, die zijn nog totaal niet af. Zijn nog lichamelijk nog niet af, zijn geestelijk nog niet af. Die zijn nog compleet in ontwikkeling. Dus verbaas je ook niet, en dat had ik namelijk heel erg toen ik jong was. Dacht ik, toen ik 23 was, had ik het idee van ik voelde me nog geen echte man. Ik had het idee van, hoe komt dat? Ik ben gewoon 23, ik ben al 5 jaar volwassen. En nog steeds voelde ik me nog niet dat ik een punt had bereikt. Dat ik mezelf was, dat ik mezelf had gevonden. En het heeft daarmee te maken dat je lichamelijk en geestelijk nog helemaal niet af bent. Je hersenen zijn nog volledig aan het ontwikkelen. En vanaf je 25ste, en eigenlijk denk ik pas vanaf je 30ste, ben je echt lichamelijk en geestelijk uitgegroeid en lichaam in de zin van dat je niet meer die groei is daarmee gestopt, maar dat betekent niet dat je vooruitgang daarmee gestopt. Dus die groei moet je vanaf dat moment zelf inzetten. Die is niet meer automatisch, niet meer door hormonen gestuurd, maar die zul je zelf moeten inzetten. Nou, je lichamelijke groei kun je natuurlijk en je piek kun je natuurlijk bereiken door aan lichaamsbeweging te gaan doen om je lichaam uit te dagen, om sterker te worden. En dat heb ik al gezegd, dat kun je doen door calisthenics te gaan volgen. Hè? Of tegenwoordig heet het ghetto workout. Klinkt allemaal wat stoerder, maar op die manier kun je lichaam blijven prikkelen en laten groeien. Kun je sterker worden en neemt ook de testosteron toe. En ga je dus elke keer een stukje omhoog. Want naarmate je meer kracht krijgt, voel je jezelf zelfverzekerder. En je spieren geven ook weer een signaal af aan je hersenen dat je aan het groeien bent, dat je verder komt. Geestelijke groei zul je ook zelf moeten blijven prikkelen. Wil je in die groei naar die piek zitten. En dat kun je doen door bijvoorbeeld steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Steeds meer groeien in macht, maar dat kun je ook zeggen in de zin van verantwoordelijkheid. Dat macht toch gewoon meestal een negatieve klank heeft, kun je ook zeggen in je verantwoordelijkheid die je opneemt. Dus hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt, hoe meer je geestelijk zal moeten groeien en hoe verder je komt, hoe meer je de wil tot macht volgt. Eigenlijk kun je zeggen dat je lichamelijk gezien dat een man dus vanaf zijn 30ste omhoog gaat en je zou zeggen lichamelijk gezien na 50 begint hij weer langzaam af te nemen. Maar dat is niet helemaal zo, want als je goed op internet kijkt zie je ook voorbeelden van mannen van 60 of 70 die lichamelijk nog super sterk zijn, sterker dan iemand van 30 of van 20. Omdat zij de calisthenics hebben gevolgd. Dus in die zin is hun lichaam constant op de piek. Die blijft op de piek. Wat we in de normale samenleving hebben, is dat mannen vanaf hun 30ste eigenlijk niks meer beginnen te doen. Ze beginnen een beetje in te kakken. Vaak zijn ze getrouwd en laten ze alles gaan voor wat het is. Ze doen niks meer aan sport. En ze gaan op de bank zitten en ze hebben ook geen carrière.
vooruitzichten of überhaupt ideeën van wat ze in hun leven willen. En op die manier takelen ze heel snel af, zowel lichamelijk als geestelijk. En daar heb ik het ook al een keer over gehad, van doe je bankstel weg, ga op een harde ondergrond slapen, zorg dat je niet soft wordt voor jezelf. En allemaal manieren om je lichaam omhoog te houden in die opwaartse piek, naar je piek. Dat kun je zelf doen, dus op die manier kan je piek liggen op veel hogere leeftijd dan de gemiddelde man. De gemiddelde man behaalt niet eens misschien een piek, die blijft altijd een beetje zo en die zakt eigenlijk helemaal af. Die wordt dik, die wordt lui, die heeft geen zin meer om vooruit te komen. En ja, dat is dus niet goed. Je wil altijd je piek, je wil op blijven gaan, je wil altijd groeien, dat is de wereld op macht en dat is ook wat goed voelt. Als ik 70 ben, wil ik graag dat ik nog steeds... Kijk, je zal wel wat lichamelijk gebrek hebben, maar in principe moet je lichaam nog even sterk zijn als dat je 30 bent. Je zal er een wat meer voor hebben moeten doen. En dat is wat je vanaf je 30ste gaat doen. Je gaat vanaf je 30ste investeren in je lichaam, in je brein. En je gaat jezelf geprikkeld houden. En zorgen dat je door blijft gaan en niet afzakt, zoals de meeste mannen lui worden. En ik geloof dus dat, ondanks wat grijze haren, dat je op je 70ste picobello uit kunt zien. En zolang je niet fitness gaat doen, maar calisthenics. En zolang je op je voeding let, dus... paleo gaat eten, dan blijf je slank, blijf je sterk, hou je voldoende eiwitten, hou je voldoende vitamine, blijf je gezond. Je ziet ook dat de meeste mannen die succesvol zijn, pas vanaf het 50ste, 60ste, denk aan mensen die president zijn geworden of die echt iets bereikt hebben in het bedrijfsleven, dat die vanaf hun rond de 50ste, 60ste, 70ste nog volop in een piek zitten en volop bezig zijn met in het leven staan. Terwijl de meeste mannen al na 50ste gemiddeld hebben van ja, nee, nu begint mijn pensioen, dan ga ik een beetje niets doen, een beetje mijn tijd uitzitten. Terwijl dat natuurlijk nooit de bedoeling is, de bedoeling van het leven, dus van begin tot eind. Er is niet het moment dat je zegt van ja, vanaf hier ga ik niet meer de wil tot macht volgen. Als je eenmaal dat weet hoe de wil tot macht aanvoelt, dan blijf je die ook volgen en dan wil je die blijven volgen. Maar ja, goed, in onze maatschappij zitten ze in elkaar van ja, je beukt een paar jaar. Een jaartje of 30 beuk je al je energie eruit voor een baas. En je doet daarnaast helemaal niks, alleen maar dat werk. En daarna ja, heb je tijd om dan maar ja, een beetje rond te gaan hangen. Want je eigenlijk ben je dan afgeschreven op. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling van het leven. De bedoeling van het leven is altijd geweest dat je, ja, dat je door blijft gaan. Dat je de wil op macht volgt. Dat je lichamelijk en geestelijk opgebouwd blijft. En dus je piekt eigenlijk... Je begint je piek vanaf je 30ste, omdat je dan biologisch gezien is je hormonale groei is gestopt. Dus je groeit niet meer automatisch. Wat je natuurlijk rond je 20ste nog wel hebt. Hè. Je hebt hormonen en daardoor maak je spieren aan. En je hersenen zijn nog in ontwikkeling. En ik ben zelf ook nog aan het ontdekken van hoe dat moet en mijn weg erin vinden. Maar ik heb niet iets van, ja, ik ben nu al afgeschreven, ik ben 30. Nee, het begint net. Kom net kijken en je kunt nog 40, 50 jaar doorgaan. En ik denk dat je pas echt je lichamelijke dip bereikt na je 70, zodat je dan echt lichamelijke klachten krijgt. En dat je lichaam dan automatisch zegt van nou, nu kun je het wat rustiger aandoen. Maar dat is pas 70, dat is misschien 75, misschien rond je 80ste begint pas echt die biologische aftakeling. En tot die tijd moet je zorgen dat je gewoon jezelf blijft prikkelen en dan blijf je in die piek. En dan hoef je niet bang te zijn dat je, nou ik ergste, dat je in één keer, dat het daarna minder wordt. Hè. Er wordt heel erg het rockster ideaal aangehouden van ja, tussen je 20ste en 30ste heb je je piek. Ja, dat is niet waar. Je ziet er misschien dan jong uit, maar een jong uiterlijk betekent in de natuur helemaal niets eigenlijk. Dus nog dat je nog een puppy bent, dat je in de groei bent, dat je nog niet af bent. Dat wij er in onze maatschappij zo'n etiket aan plakken van ja, dat is het ideaal, dat is onterecht en dat is ook, wordt eigenlijk ook nooit erkend. Je zult zien dat meisjes eigenlijk, vrouwen, eigenlijk liever een echte man hebben vanaf 30 dan een jochie van tussen de 20 en 30. Je bent gewoon nog niet toe aan grote stappen in je leven en je bent nog bezig met lichamelijk en biologisch afworden. In mijn optiek kun je dus altijd blijven pieken, zul je altijd je piek behouden zodra je er... Zolang je er maar zelf in investeert, zelf verzorgt, dan kun je pieken tot aan lichamelijk gezien 70, 75, misschien wel 80. En is het leven nog zo hartstikke mooi en heb je juist nu begin je vanaf je 30ste eigenlijk aan de meest bijzondere jaren. Dus volg dit advies en begin met jezelf uit te dagen en ga zelf bewust worden van dat je nodig hebt om uitgedaagd te worden. En ga calisthenics doen, ga paleo doen, ga je hersenen trainen, ga de wil tot macht volgen, ga jezelf uitdagen, ga dingen leren.
En blijf ontwikkelen, blijf je wilt de macht volgen. Zorg dat je meer macht krijgt, dat je meer verantwoordelijkheid krijgt in je leven. En maak het leuk. Hou het daarmee ook gewoon heel erg leuk en interessant. Dat je elke dag eigenlijk gaat slapen, dat je niet kunt wachten tot de volgende dag. En dat is de bedoeling van het leven. En niet inkakken. Oké, dat was hem. Vanuit Italië zeg ik bedankt voor het kijken. En kom erop met je felicitaties. 33 is toch een hele mooie prestatie. Ik zeg altijd maar zo. Heel veel rocksterren hebben de 33 niet mogen halen. En het is een, eigenlijk iets heel moois om, om oud te worden. Dus voel je niet naar de 30ste denk je dat het daar nog voorbij is. Het begint pas. Oké, bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende keer.